jongens, stop eens even. Er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks onder lessenlijstje neergelegd. Ik zal hem even uitmaken. Nee, zeg Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat de brand komt. Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris? Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer, en wat moet ik nou? Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw. Ja, is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja, ja. Maar zeg, jongens. Met wat moet ik het maken, dat gaatje, met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gatje. Met een takkie hier, Doris, een doodgewoon takkie, een takkie hier, Doris, een takkie, een tak. Ja, echt met een takkie. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Ik heb er nooit van gehoord. Dat takkie, dat past niet, het past niet. Dat takkie, dat past niet in dat gat. Hak dan, heer Doris, ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie, gewoon maar kapot. Hakken, heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken, maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken, met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel, een hakbel, kijk daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee. Wel ja, wel ja, hak de boel maar kapot. Zo rendeltjes. Zo gauw gezegd. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp, het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp, niet scherp, hij is bot. Slijp dan die hakbijl, kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot. Vlot? Het is geen kwestie van vlot, weet je. Maar dat kan. Ga er hier op, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen, op wat slijp ik nou? Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een. Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is dan nog een uit de rots gebergd. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogjes, oh wat een droog steentje. Die steen is wat droogjes, die steen is te droog. Dan maak je hem vochtig, kom maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig, maak vochtig die steen. Ja, dat is een crimineel idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet, dat loopt misgaan. Maar niet om het een of ander. Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat? Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw. Met water. Tch, hoe kom je zo met die dan met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van. In wat moet ik het halen? Dat water, waarin moet ik het halen? Wat doe ik het in? In een emmer, in alles een emmer. Gewoon in een emmer, daar haal je dat in. Er zit een gat in me emmer, een gat in me. En ik ben er niet van. En ik ben er niet van.